Iedereen. Ik wil kort enkele puntjes vertellen over Egypte, enkele dingen over wat er de voorbije weken gebeurd zijn en wat er ook nog de komende week op til staat. Iets belangrijks dat gebeurd is, donderdag is eigenlijk een grote overwinning voor de demonstranten die nog steeds elke vrijdag naar Tahrir komen. Dat is dat Ahmed Shafiq is afgetreden. En dat Issam Sharaf in zijn plaats is aangesteld om een nieuwe regering te vormen. Dat is eigenlijk een heel belangrijke verwezenlijking voor de demonstranten in Egypte. Verder, wat is er gebeurd? Er is een datum vastgelegd voor een referendum om de enkele amendementen op de grondwet goed te keuren. Een referendum dat voorgelegd wordt aan de bevolking. Dat zijn ook heel belangrijke stappen naar democratisering toe. Tot nu toe lijkt alsof dat er niet te veel verzet tegen dergelijk plan van referendum is. Maar dat valt eigenlijk ook nog een beetje af te wachten. Want er zijn mensen die zeggen van we hebben niet enkel nieuwe amendementen nodig. We hebben een volledige nieuwe grondwet nodig. Maar dit lijkt alvast ook een stap in de goede richting. Het belangrijkste eigenlijk voor volgende week is demonstratie die gepland is op 8 maart, op de Internationale Vrouwendag, werd er opgeroepen eigenlijk om een Million Women March te organiseren, zowel voor mannen als voor vrouwen om aan deel te nemen natuurlijk, en wel met de bedoeling om de vrouwenrechten in de verf te zetten. Ook vrouwen hebben hun verwachtingen en hoop met deze revolutie gekregen om zelf veranderingen voor zichzelf, een betere situatie voor zichzelf gedaan te krijgen. Onder meer bijvoorbeeld afschaffing van het artikel 2 in de grondwet dat zegt dat het wettelijk systeem gebaseerd is op sharia. Dus redelijk belangrijke gebeurtenissen die nog de komende weken gaan gebeuren in Egypte. We blijven het opvolgen. Thank you.